De relatie tussen, de Volksrepubliek China en Suriname moet verder gaan bloeien. Dit haalde de ad-interim ambassadeur van China, Yang Yinggi, gisteravond aan tijdens de receptie ter ere van de 74ste onafhankelijkheidsdag van de Volksrepubliek China. In de afgelopen jaren hebben Suriname en China elkaar op diverse fronten ondersteund en in het komend jaar zal de Chinese ambassadeur meer projecten in Suriname ondersteunen. Yinggi benadrukte dat voornamelijk de culturele band tussen de twee landen in het afgelopen jaar flink is gegroeid. On behalf of the Chinese Embassy in Suriname, I would like to express my heartfelt thanks to Surinamese government and Surinamese people for your strong support and active cooperation in our work. Let us jointly wish China and Suriname prosperity and flourishing. Hope that China-Suriname relations will continue to advance to new heights and send our best wishes for the good health and happiness of President Xi Jinping, President Suntoki, all the guests and all the people for our two countries. Yinggi roept de Chinese gemeenschap in Suriname op bij te dragen aan de viering van 170 jaar Chinese immigratie in Suriname op 20 oktober aanstaande. President Chandrika Prasad Santokhi gaf aan dat China een belangrijke partner is van Suriname op diverse gebieden en benadrukte dat de twee landen gecommitteerd moeten blijven in het realiseren van elkaars ideeën. China's economic network, diplomacy and cultural influence in the Caribbean region should not be overlooked. It is connected to the region through culture and family bonds. Thus, based on our strategic cooperative partnership and long-standing bond of friendship, our government is confident that our countries will shortly arrive at the mutually agreed debt restructuring agreement. Suriname strives to start cooperation in other areas with financing from China as soon as possible based on our National Development Plan 2022-2026. De oprichting van de Volksrepubliek China werd op 1 oktober 1949 formeel uitgeroepen door de communistische leider Mao Zedong. Suriname heeft nu al 47 jaar diplomatieke betrekkingen met China.